Dan gaan we tot slot naar onze vaste rubriek. De avondshow. Laten staan of weghalen. Yes. De avondshow. Laten staan of weghalen. We hebben al heel veel besproken in deze rubriek. De kerstboom bijvoorbeeld. Weghalen. Mijn baard. Laten staan. Niet onderhandelbaar. En vorige week hadden we het over dit bord pasta bolognese. Hij staat er nog steeds, hoor. Ja, hoor. Niet weghalen. En voor het onderwerp van deze week gaan we naar Hoorn. En de gemeenteraad van Hoorn stemt over een standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Die is door zijn VOC-wandaden in de 17e eeuw omstreden. De Hart van Hoorn-fractie stelt voor dat de gemeenteraad bepaalt wat ermee moet gebeuren met dat beeld. Laten staan of weghalen. Ja, laten staan of weghalen. Dank voor je inzending, Jeroen. Heel leuk. Het gaat dus om dit beeld van Jan Pieterszoon Koen. Dit staat op het plein De Rode Steen in Hoorn. En die Koen, dat was een beetje een boefje. Jan Pieterszoon Koen, gouverneur-generaal van de VOC. Aan de ene kant dus van grote betekenis in de Gouden Eeuw. Heeft bijgedragen aan de sterke economie die Nederland is. Maar de andere kant is die zwarte kant. Het zijn van de slachter van Banda voor nootmuskaat een hele zwarte bevolking uitgeroeid. Joe, ja. En de vraag is nu, mag JP Koen door bij RTL? Maar hoe dan ook, die Koen heeft inderdaad bijna een heel eiland uitgemoord in 1621. Nederland wilde een monopolie op de handel in nootmuskaat, wat groeide op de Banda-eilanden. Maar de Bandanezen die waren niet gek en die verkochten die nootmuskaat ook aan de Engelsen, want die zijn van oudsher natuurlijk dol op smerig eten. En toen dacht Koen, als we de Bandanezen niet meekrijgen, dan moorden we ze toch gewoon uit. En in 1621 voer hij naar het eiland waar hij meer dan 10.000 mensen vermoordde en er ook nog eens 800 als gevangenen afvoerde en tot slaaf maakte. Dus is het niet gek dat er mensen zijn die zeggen, die man verdient geen standbeeld, dus weghalen. Maar dan op rijm. Met het eren van foute heren. Eren van foute heren. Ja, stop met het eren van foute heren. Dat is een goed punt. Aan de andere kant, de VOC was wel Champions League, hè? Ja, hallo. En er zijn ook mensen die willen dat het beeld per se blijft. Prachtig, het hoort bij horen. En het blijft in horen. Maar een standbeeld is toch een beetje om iemand te eren. Moeten we dan zo'n moordenaar eren? Ja, ik vind van wel, want hij heeft ook goede dingen gedaan. En voor de rest vind ik gewoon, ja, wie is er niet een moordenaar? Ja, wie niet? Ja, even kijken, Joran van der Sloot. Oh nee, die juist wel, ja, nee. Nou, het is toch best moeilijk inderdaad, dit. Heeft ze nog meer van dit soort breinkrakers? Hij was wel een beetje de grondlegger van de slavenhandel, toch? Klopt, klopt. Maar dat zeg ik. Wie niet? Ja, het is weer een lastige. Ik kom eigenlijk alleen maar op Bert van Leeuwen. Oh, nee, die heeft die cacaoplantage natuurlijk. Ach, stom. Nee, ik weet het niet. En dan loop je er ook nog tegenaan en wat je met alle andere Koenerabilia doet. Want er zijn ook heel veel JP Koenstraten. En wat doen we met de Koentunnel? Moet die dan ook weg? En wat betekent dat voor het verkeer rond Amsterdam? Kijken of we dan nog steeds zo hecht aan onze principes. Dus ik snap de discussie over de vraag laten staan of weghalen. Hij is trouwens niet nieuw, die discussie. In 1893, toen het standbeeld werd neergezet, waren er ook al mensen tegen. Of, zoals het toen werd verwoord, Koen is en blijft een hond. Sterker nog, de VOC zelf vond achteraf dat Koen te ver was gegaan. Dus, wat gaan we doen? Laten staan of weghalen? Nou, ik neig naar weghalen, want dit is een beeld van een massamoordenaar waarvan zelfs de VOC zei, nou, zo gaat Jan-Peter Balkenende toch niet bedoelen, toch? En als je het beeld weghaalt, hoef je het niet meteen om te smelten. Je kan het ergens in een museum neerzetten en netjes alles uitleggen over genocide en nootmuskaat. Het enige probleem is, dan zijn dus die mensen in Hoorn wel hun beeld kwijt. En zoals deze mevrouw terecht zei, prachtig, het hoort bij Hoorn. Ja, helemaal eens, maar er hoort wel meer bij Hoorn. Er zijn genoeg heel veel leuke mensen die uit Hoorn komen en een standbeeldje verdienen. Kijk, ik heb deze lijst gevonden op Wikipedia. Lijst van Horinezen. Zo noem je ze blijkbaar. En het barst van de standbeeldwaardige Horinezen. Wat dacht je van? Hier, bam, Tim Knol. Dat is een Horinees. Hartstikke sympathiek. Drie mensen geven hem een applaus. En heeft voor zover ik weet nog nooit een eiland uitgemoord. Hey, ze hebben sowieso veel zangers. S10, legend. George Baker, alleen maar bangers geschreven, ja. Ja, toch? Tuurlijk, die heeft ook de mensenrechten geschonden met Una Paloma Blanca. Maar dat moet je echt in zijn tijd zien, hè? En anders hebben jullie al gehoord van de eerste vrouwelijke Nederlandse dokter in de letteren. Johanna Aleida Nijland.
Inderdaad, heel veel letteren. Of wat dacht je van Platte Thijs? Hey, dat is een Horendse legende, ook wel de Nederlandse Robin Hood genoemd. En Platte Thijs klinkt ook niet als een heel duur standbeeld. Of Jacob Blokker van die winkel. Misschien wel een leuke bronzen curverbak. Of Lucas Stokbro. Verzamelaar, politicus en ik gok ook voorzitter van het genootschap van net niet voltooide achternamen. Denk ik. En Ronald de Boer, die komt ook uit Hoorn. En misschien nog wel meer voetballers, maar dat weet ik even niet. Alleen, Ronald de Boer is een Horinees, kom op! Dus, tot slot, mijn oordeel, laten staan of weghalen. Ik zeg weghalen en in een museum zetten. Maar veel belangrijker dus, vervangen. En dit was... Ja, misschien heb je dit zitten kijken en denk je nu... oh, wat erg allemaal, ik wil iets doen. Nou, goed nieuws, je kunt iets doen. Hè? Je kunt nu naar NPO Start en daar kun je de hele uitzending terugkijken.